is Emma en ik heet jullie welkom in Concordia, een prachtig filmtheater in Enschede. Hoi, ik ben Maurice, ik werk op basisschool De Uitvinding in Enschede en ik heb meegedaan aan de wedstrijd Filmleraar van het jaar in 2019. Ik heb een enorme liefde voor film en ik probeer film ook altijd in mijn lessen te betrekken. Je bent een filmliefhebber. Kijk je ook wel eens films met leerlingen? Ja, zeker. Ik probeer film te betrekken bij mijn vak, om onderwerpen of thema's te ondersteunen. Het kan voor alles zijn, via schooltv, via echt film, YouTube. Anne Frankhuis heeft echt dit jaar nog een prachtige serie online gezet. Dat Anne Frank zal vloggen, hoe dat eruit zou zien, waarbij je leerling ook door middel van beeld heel veel duidelijk kan maken. Dus ja, ik probeer het echt heel vaak te toepassen. En kom je dan ook wel eens met je leerlingen in een filmtheater? Ook, ja. Vinden ze fantastisch. Echt iets om naartoe te leven. Een uitje eigenlijk. Maar superleuk. En wat is dan het verschil tussen film kijken in de klas en film kijken in het theater? Nou, zoals je het ziet eigenlijk, de hele beleving. Wat ik net zei, hè, je leeft er naartoe. Dat komt omdat je gaat ergens anders heen dan je klas. Dat is al één ding, dus je gaat weg. Vinden leerlingen vaak prettig. Dan kom je in zo'n zaal, wat dan meestal voor je klas helemaal alleen is. Dat is gaaf, een mooie stoel, groot doek waar het beeld op is. Goed geluid dat helemaal om je heen zit. Geen afleidingen van ramen, kleuters die buiten spelen. De totale beleving is veel completer eigenlijk. En dus dat je er naartoe leeft, dat zorgt er ook gewoon voor dat je ze erop kunt voorbereiden. Je kunt er voorafgaand al over hebben, over de film die je gaat zien. Of bepaalde vragen meegeven. Gewoon echt een hele beleving. En soms, ik heb ook een keer gehad, was een leerling die echt voor het eerst ook in zo'n bioscoopzaal kwam. En dat is gewoon heel gaaf. Echt een hele gave ervaring. Ja. En in de klas is het vaak inderdaad, het is een middel. Hè. Je wil een les geven, je wilt ondersteunen met film. Maar het is niet een doel aan zich. En dat is met zo'n filmtheater natuurlijk perfect. En wat is dan je voorkeur? Een speelfilm kijken in de klas of een speelfilm kijken in het filmtheater? Dat is geen keuze. Dat is in het theater. Ja, zeker. Vaak kun je al voor een paar euro per leerling genieten van de mooiste kinderfilms in het filmtheater. Inclusief lesmateriaal of zelfs een nagesprek. Wil je ook met jouw klas naar een film? Kijk dan waar bij jou in de buurt filmtheaters zitten en vraag naar de mogelijkheden.